Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We staan hier in de winkelvallei. Ik weet niet wat jullie aan het doen is. We staan hier bij de winkel van René, die helaas voor de helft is opgeblazen. Creepers, jongens, creepers zijn vreselijk. Maar ik begin hier met een doel, jongens. Normaal begin ik natuurlijk altijd bij mijn eigen basis, bij het piratenwereldje van mij. Maar hier in de vallei, het winkelvalleitje van het continent van Content Veen, wil ik mijn eigen winkel maken. En zoals ik in de vorige video aan jullie heb laten zien, heb ik hier al grond van Wally de Noot geclaimd. Ik heb hier allemaal neergezet. Dit is van mij. Hier ga ik wonen. Althans, ik gewoon. Hier ga ik mijn winkel maken. En het is vandaag tijd. We gaan beginnen met de winkel bouwen. Dus ik heb meegenomen een paar chests, een crafting table en een stone cutter. Dat is zeg maar mijn mijn setup als het ware. Zo ga ik hier bouwen. Dan heb ik heel wat blokken nodig. Die wil ik eerst even gaan verzamelen. Ga ik niet laten zien, want dat is natuurlijk heel saai. En zonder van de tijd. Ik heb genoeg dingen te doen. Blokken laten zien die ik verzamel slaat nergens op. Deze zijn spannetjes. Maar goed, we beginnen dus even met deze hele kisten vol te toveren met de blokken die we nodig hebben. Ik denk dat dat zo'n uurtje misschien 2 uur gaat die duren. Misschien anderhalf. Ik weet het niet. In principe gebruik ik waarschijnlijk geen dure blokken. We gaan alles even verzamelen. En voor jullie is dat gewoon nu gebeurd. Ja, je hoort het goed, jongens. Het is gebeurd. Want we zijn ongeveer 1,5 uur verder misschien, denk ik, in het leven. En alle blokken die ik nodig ga hebben, zijn verzameld. En natuurlijk meer. Ik ga niet zomaar alleen de blokken verzamelen die ik nodig heb. Maar ik ga gewoon lekker overschot aan blokken behalen die ik nodig heb. En ik heb echt zin om dit te bouwen, jongens. Dit gaat zo leuk worden. Als het goed is, hoef ik alleen nog maar mijn wol te maken. En ik hoef helemaal niet heel veel rode wol te hebben. Zo, hoppakee. Is meer dan genoeg. Nou jongens, zijn jullie er klaar voor? Het bouwen van mijn houtwinkel in Minecraft gaat zijn... Een boot die gecrashed is en daardoor op een rots zit. En ja, er is geen zee hier, ik weet het, maar we gaan het alsnog doen. Dus geniet van de timelapse. Oh nee, wacht jongens, het gaat verkeerd. Ahoy, piraat. Ahoy, ja, ik ben echt piraat. We keren terug naar een prachtige timelapse, jongens. We zijn 1 dag verder in het leven, want het is uiteindelijk later geworden dan ik had verwacht. Maar wat is de winkel leuk geworden? Ik heb echt mijn piratendominantie heb ik gelijk getoond. Als je hier op het winkel, of als je hier in de winkelvallei aankomt, heb je natuurlijk hier het winkeltje van Robin, ben ik inmiddels achtergekomen, is nog niet af, die in zijn stijl valt. Dan heb je het winkeltje van René en Floor, die in hun Japanse stijltje valt, die helaas is opgeblazen. Er kwamen 2 creepers en die vonden de sushi waarschijnlijk niet zo lekker. En dan dacht ik, weet je, die van mij, die moet ook wel echt in de stijl van piraten zijn. En ik wilde heel graag de monopolie hebben op, zeg maar, het hout in de server. Want ik weet zeker dat bijna iedereen wel belachelijk veel hout nodig gaat hebben. Ah, kijk, meneer KB zegt, jouw winkel ziet er cool uit. Echt leuk. Dat vind ik leuk, meneer KB. Dankjewel. Maar goed, jongens, het enige is, hij is natuurlijk nog niet gevuld. Dat heb ik nog niet gedaan. Oh ja, kijk, we hebben trouwens in seizoen 3 kan je ook van deze prachtige kleine hoofdjes krijgen door met wandering traders te traden. Normaal zijn wandering traders echt nutteloos, maar nu zijn ze een keertje gewoon heel erg leuk. Gewoon voor de extra details vonden we leuk. Kijk, daar heb ik er ook eentje van een houtblokje. Maar goed, er staat binnenkort open, dat heb ik vast neergezet. De binnenkant, jongens, heb ik een soort van niet heel bijzonder gedaan. Ik dacht, weet je, ik wil gewoon in de rots wil ik leven. Je wil niet helemaal omhoog gaan, weet je. Dat is puur en al detail, die boot erboven. Maar, iemand reageerde in mijn reacties. Max, als je hanging signs, zeg maar, aan elkaar laat hangen, dan creëer je een soort ladder effect. En ik moet zeggen, het is echt een zo'n grote uithangladder, weet je, die dan op kan rollen en dan zo naar beneden kan hangen. Ik vond het zo'n leuk detail, dus ik heb hem hier opgehangen als gewoon, ja, als leuk detail. Ik kan er wel doorheen lopen. Maar jullie laten goede reacties achter, jongens. Dat vind ik erg leuk. Dan hier, hier kan ik eigenlijk wel wat opschrijven. Ahoy. Zo. Gewoon ahoy, meer niet. Maar hier wil ik mijn hout gaan verkopen. Ik dacht, ik wil spruce-hout verkopen. Dat wordt veel meestal gebruikt. Ik wil dark oak wil ik gaan gebruiken als in de verkoop. Waarschijnlijk ook een beetje normaal oak. En dan als laatste
wil ik hier waarschijnlijk gewoon willekeurig hout in doen. Dus een beetje cherry, een beetje savanna hout, een beetje jungle. Want ik twijfel of dat veel gebruikt gaat worden. Het is voornamelijk spruce zout, dark oak en normaal oak die heel veel gebruikt gaat worden. Enige is, zoals je kan zien in mijn inventory, ik heb helemaal nog geen hout. Dus we moeten echt nog heel veel hout weer gaan hakken. Heel veel exen gaan er weer doorheen. Maar jongens, ik ga hem vandaag openen. Dat gaan we nu gelijk doen. Daarna wil ik met mijn basis verder gaan. Want dan ben ik vorige aflevering heb ik daar 0,0% aan gebouwd. En ik heb grootste plannen weer, jullie weten het. Maar eerst wil ik even al het hout hier op orde hebben. Zodat we een beetje diamonds en een beetje ijzer kunnen gaan verdienen. Want nou elke keer die stink mines in te gaan, daar heb ik zo geen zin in. Dus laten we een beetje hout hakken. Kijken of we misschien de helft van elke vol kunnen krijgen. Dus misschien 14 stacks per houtsoort. Dat wel even genoeg is aan het begin. En dan wil ik ook even een mooi prijsje gaan bedenken waarmee ik het wil gaan verkopen. Ik denk aan het begin ijzer en diamonds. Omdat niet zoveel mensen nog diamonds hebben. Behalve de mensen in het noorden. Want die hebben alweer veel te veel diamonds. Onze noorderlingen. Maar goed, laten we even via de grote boom weer naar huis gaan. Ik heb daar namelijk mijn eigen privébos alvast aangeplant. Dat hebben jullie in eigenlijk in aflevering 1 heb ik dat al gedaan. Kijk trouwens wat een ravage het is geworden in de nether. Elke gat en elk blauw vuurtje dat je ziet is een explosie van gas. Er spannen dus echt honderden gas, zie je telkens. Dus het hele pad is ook half gesloopt en hersteld met glas. Maar overal is vuur en het is echt één grote chaos. Kijk, dit is de wandering trader die ik bedoel. Ik had er eentje gevonden en in een bootje gedaan. Maar deze man die verkoopt tegenwoordig ook gewoon hele leuke hoofdjes die je kan gebruiken voor extra details. Zoals je kan zien dat ik hier het hout bij hem gekocht en het cobblestone. Je kan maar één keer per wandering traden. Dan moet je hopen dat je een nieuwe tegenkomt. Maar voor de rest zag ik niet heel veel bijzonders. Nou trouwens, deze obsidian dingen kunnen als kanonskogel. Ja, ik heb obsidian nodig. Wacht, in één emerald. Dat kan ik later als kanonskogels gebruiken. Dat is zo'n goeie. Oh mijn god, dat ik daar al niet eerder aan heb gedacht. Weet je hoe leuk dat is voor kanonskogels? Maar heb ik obsidian nog? Ja, hier. Ik heb zelfs twee. Waarom heb ik dat in verschillende kisten? Emeralds heb ik er ook nog een paar van. Want we leven heel veel langs de bergen. Dus emeralds zijn er altijd wel in de buurt. Meneer Wandering Trader, het wordt avond. Niet onzichtbaar worden. Ik kom eraan. Oh, hij gaat echt nu onzichtbaar worden ook. Wat een sukkel. Ik kan je nog zien hoor. Een soort van. Kijk jongens, dan kopen wij obsidian hier. Hoppakee. En dan hebben wij gewoon 8 kanonskogels. Ah, het wordt alweer dag. Kijk, handig. Dit zijn echt kanonskogels. Kijk, wacht. Ik ga het jullie laten zien. Als ze dit gewoon leuk als detail hier neerzetten. Kijk dan. Dit is net alsof. Dit is toch geweldig. Tuurlijk zullen er vast wel betere blokken zijn in de toekomst. Maar dit is echt al een goed detail. Dus gaan we bewaren. Deze kanonskogels. Voor op mijn grote schip die we gaan bouwen. Gaan we gelijk even een investering doen. We gaan heel wat exen maken. 1, 2, 3. Hoppakee. En dan is het tijd om mijn privébos te kappen. Opnieuw te planten. Te kappen. En weer opnieuw te planten. En dat gaat heel lang duren. Oh ja, boomhakker. Leuk. Ja, bomen. Spruisbomen. Oh, birchbomen. Wat een verrassing. Ook birchboomhakker. Ja, maar weet je, ik had nog niet genoeg spruis. Dus laten we nog meer spruisboomhakken. Yeah, ik heb helemaal geen muziek gevonden voor deze timelapse. Want het is een best wel korte timelapse. Dus waarom zou ik muziek doen? Oh, kijk eens aan. Ook bomen hadden we nog niet. Laten we die ook even hakken. Ja, ook bomen. Yeah. Hey, junglebomen. Vet hoog, vet groot. Leuk. Ja, helemaal top. Hey, kijk nou. Wat is dat? Wandelingstreden, wat leuk. Laten we ook nog even dark oak doen, want die hebben we ook nodig. Ik denk dat deze het best verkocht gaat worden. Ja, yeah, leuke timelapse. Geen muziek. Sorry, doei. Hallo! Ik zeg het verkeerd. Hoi. Jongens, we keren terug naar een timelapse waarin ik heel veel hout heb gehakt. En het resultaat, ik moet zeggen, ik vind het geweldig. We hebben, geweldig. Op zich vind ik het top. We hebben stacks, spruce, birch, oak, jungle en dark oak. Jungle en dark oak ging het snelst, omdat je daar van die grote bomen hebt, weet je. Ik wilde eigenlijk wat meer van alles hebben, maar als ik dat zou doen, dan zou het op het moment, zou ik zoveel tijd moeten investeren in nog meer bomen hakken. Dan had ik het dubbele moeten hakken en ik ben al echt een uur bezig geweest. Ik denk dat ik dit een uur heeft gekost van mijn leven, ja. Gewoon een uur van mijn leven blokjes lopen hakken. Eigenlijk best wel erg. Maar laten we dit allemaal even meenemen. Ik hoop dat dit allemaal in mijn inventory past. Ik heb trouwens veel meer extra uiteindelijk moeten gebruiken dan dat ik gemaakt had aan het begin. Ik heb denk ik wel echt iets van, hoeveel zou ik er gebruikt hebben? Ik weet niet precies, maar echt te veel gewoon. Echt te veel. Maar iron is inmiddels bijna weer op. En vorige aflevering had ik 3 stacks had ik gehakt. En nu heb ik nog maar 20 over of zo. Oké, al het hout is meegenomen. Ik heb mijn shovel en zo even achter moeten laten. Laten we dit even meenemen naar de winkel. Oh, trouwens. Ja, ik moet wel heen en weer. Vervelend. Ik wilde eigenlijk niet heen en weer. Maar ik heb natuurlijk ook nog mijn glow inked stacks als ik die heb nodig. En ik heb bordjes nodig voor prijzen. Ik heb item frames nodig om te markeren wat waar zit.
Maar voor nu, kijk, we kunnen hier kunnen wij mijn sproeshout doen. En ik ga het in setjes van 2 verkopen. Zo, hoppakee. Dan ga ik het al een beetje zoals dit doen dan. Setjes van 2 verkopen we het. Hetzelfde voor het dark oak hout. Nou trouwens, hier doe ik even wat ander hout. Hier doen we normaal ook. Nee, hier doen we... Ja, hier doen we wel ook. Zo, ook in setjes van 2. Dan doen we hier doen we jungle hout. En jungle hout heb ik iets meer meegenomen. Omdat nogmaals, die bomen zijn groter, dus dat hakt makkelijker. Dan doen we hier doen we dark oak. Heb ik ook iets meer van kunnen hakken. En ik denk dat dark oak echt het snelst verkocht gaat worden van alles. En dan birch, ja. Dan heb ik nog een barrel nodig. Ik wilde eigenlijk in deze kist een beetje van alles doen. Nou trouwens, weet je wat ik dan beter kan doen, jongens? Hier het, zeg maar, gewoon wel van alles verkopen als het ware. Kijk, hier gaat het ook in setjes van 2. Kijk, zoals dit. Het ziet er een beetje random uit, maar dan kan je duidelijk zien dat het om setjes van 2 gaat. Zelfde hier, zelfde hier, zelfde hier. Laten we dan nu even een sign neerzetten hier. Ahoy. En dan doen we hier zetten we, die sign staat er al. 2 stacks. Wacht, nee, dat trouwens. Oh, je moet weg. 2 stacks is 1 dia of 15 iron. Ik denk dat dat wel eerlijk is. 15 ijzer of 1 diamond. Met 20 ijzer vind ik zo duur. Dat, mensen hebben niet zoveel ijzer, weet je. En dan kunnen we hier bovenaan kunnen nog een. Ahoy! Kunnen we gooien. Hier, ahoy, 2 stacks is 1 dia of 15 ijzer. Maakt niet uit welk hout het is. Ik vind dat wel een goed. Wat moet ik zeggen? Het heeft me wel veel ijzer gekost dit allemaal. Ik twijfel tussen 15 of 20. Laten we maar 15 doen, jongens. We gaan geen gierig zijn. 1 dia of 15 iron. Vind ik wel prima. Wil ik wel een glow ink sack hebben om dat ding even een beetje licht te laten geven. En dan misschien een kleurtje te geven zelfs. En we moeten sowieso nog heen en weer om even kijken of we wat nieuwe item frames kunnen regelen. Dus wat ik ga doen, in plaats van de portal nemen, ga ik lopen. Want misschien kom ik wel wat koeien tegen of wat paarden die ik even kan slachten. Dan heb ik namelijk leer, want ik heb volgens mij geen leer meer in mijn kisten. Maar laat je nou net hebben dat ik gewoon niks tegenkom. Gewoon geen dier, alleen maar bijtjes en 1 varken ben ik tegengekomen. Oeh, een paard. Sorry jongens, ik weet, sommige houden er niet van, maar ik moet hem wel echt slachten. Kom hier. Kijk, hij dropt op zijn minst wel gewoon leer, weet je. En ik heb er maar 4 nodig. Dan gaan we deze gaan we ook slachten. Laat het niet aan meneer KB zien. Ik hoop dat hij niet mijn video kijkt. Als je wel kijkt, meneer KB, het spijt me, maar ik moet ze echt slachten. Droppen die lama's ook leer? Nee, hè? Ik denk niet dat zij leer droppen. Ik ga het wel proberen, maar hier, misschien droppen ze wel leer. Ja, deze kaart. Jeumig, en ook echt veel. Oh my, deze paarden hadden gewoon kunnen leven. Die paarden zijn echt voor niks gesneuveld. Vriendenpaarden, jongens. Nou, we kunnen in ieder geval wat itemframes maken. Dat is goed. Heb ik glow inktzakjes? Nee. Oei, oei, oei. Dan komt dat in de toekomst wel. Kijk, jongens, dan kunnen we dit aanpassen van binnenkort open naar nu open. Hoppakee. Moet wel nog een leuke naam bedenken. Dat is het enige. Kijk, doen we deze hier dan hier. Als het goed is, de dark oak. Maar ik wilde wel even netjes dit van maken. Zo. Hoppakee, dark oak. Dan dit is... Het is al gekocht. Hij was nog niet eens open. De man heeft al gewoon de blokjes zitten kopen hier. Jongens, we worden rijk. Ik weet niet wie dat volgens mij heeft. Joris dat gedaan. Ik zag Joris net hier lopen. Ik ben net 2 seconden weg en ik kom terug en er is gelijk al gewoon dingen gekocht. Dat meen je. Hier, wacht. Deze hier. En dan ook wil ik hier hebben. Zo. Hij heeft gewoon al dingen lopen kopen, die gast. Ik laat de diamonds er even in dat mensen zien dat ik nu rijkdom aan het kweken ben hier voor mezelf. Oké, betekent dat ook hout is populair geweest en een beetje spruishout is populair geweest. Dit vind ik top, jongens. Dit is ideaal. Houtwinkel is geopend. Ik moet er alleen nog een leuke naam voor bedenken, maar dat mogen jullie doen. Kom alsjeblieft even met nou een leuke naam voor deze winkel. Hij is in ieder geval geopend, jongens. Ik ben er enorm blij mee. Maar laten we nu heel even een bezoekje brengen aan meneer KB de Cowboy. Daar ben ik letterlijk nog niet geweest sinds het seizoen is begonnen. Zo te zien zijn we aangekomen in het Wilde Westen, jongens. Kijk, je ziet het al. De cactus is daar klaar. We gaan vanaf meneer KB er is, alleen. Oh, daar is hij. op zijn paardje. Hoi. Howdy. Ik ben nog nooit in jouw Wilde Westen geweest. Dan heb ik toestemming om jouw brug over te steken. Heb je het bord gelezen? Het bord. Ik weet niet op welke kant je komt. Ik heb 1 bord neergezet ergens. Ik kom van daar. Oh nee, dan heb je het bord gemist. Maar het mag, het is alleen treden op eigen risico. Oh, maar dat vind ik wel spannend, moet ik zeggen. Maar ik ben piraat, hè. Alles is op eigen risico. Er zit wat in. Welkom. Dankjewel, ik loop achter jou. Cactus? Dit is een hele mooie cactus. Ik heb ezels gevonden. Je hebt ezels zelfs al. Ja, moet je nog wel temmen. Ah, maar hoezo heb je ze dan hier gekregen? Gewoon met de lead. Ah, kijk. Kijk, je hebt altijd zweepjes bij je, natuurlijk. Ah, altijd zweepjes. Altijd zweepjes. Hé, het begint donker te worden, dus ik weet niet of je salon al open is. Nou, het is nog een beetje karig allemaal. Ah, je hebt 1 plekje waar we kunnen zitten. Ja, en cowboy schilderij. Ik dacht maar al, hij lijkt... Is dat familie van jou? Ga zo staan. Ja, ik moet zeggen, ja, je lijkt wel, toch? Ja, ik zie de vergelijkenis wel een beetje.
Was een van de beste cowboys van het Wilde Westen. Jezus, dat zou wat zijn geweest toen hij had geleefd. Iedereen vreesde hem waarschijnlijk. Ja, en ik moet die eer nu hoog houden. Mm-hmm. Ja, dat is moeilijk, dat is moeilijk. Maar wel eerst even slapen, zie ik. Ja, wacht, heb je een soort van de slaapkamer waar ik kan liggen? Ja, hier. Hier, een prachtige slaapkamer dit. Lekker rijm. Zit je naar mijn slaapkamer uit te lachen? Nou ja, gewoon, ik weet het niet. Lekker rijm. Ik ben gewend als piraat natuurlijk in een slaap, in een hangmat te liggen en weet ik wat allemaal. Ja, het is allemaal nog een beetje, work in progress. Ja, het is wel heel leuk, moet ik zeggen. Ik vind deze stijl waarmee je bezig bent, vind ik echt geweldig. Gewoon zeker ook de locatie waar je bouwt. Dat is top, hè? Ja, dat is echt leuk. Dus al die hoge punten hier en weet ik wat. Je bent lekker beschut, zit je hier. Wel allemaal een klein beetje kapot aan het gaan. Oeh. Ja, dat snap ik met al die bargevechten die hier zijn en zo, weet je. Die mensen gooien elkaar hier gewoon over de reling, weet ik wat allemaal. Ramen ook maar... Ramen ook een stuk. Die moet je ook met planken dicht slaan natuurlijk, timmeren elke keer. Wat een gedoe. Een hele lange stilte ineens. Wat wil je allemaal zien? Ja, ik wou even kijken gewoon. Ik dacht, ik ben echt nog niet geweest sinds we zijn begonnen. Ik ben dus ik heel druk bezig het Wilde Westen gaat. Met het kappen van alle acacia-bomen. Ah, oh. Wow, dat valt me echt letterlijk nu pas op. Want daardoor lijkt het meer op countryside. Ja, dat is meestal wat platter gewoon. Dat zit niet zo. Ga je ook die cactussen zeg maar daar plaatsen? Of is dat alleen echt voor deze... Ik weet het nog niet. Dat is nog iets wat je even moet beslissen. Je hebt ook overal leuke rotsjes en zo gebouwd, zie ik. Ik moet alleen die berg. Ja? Ja, die moet ik echt aanpakken. Er zitten rare huizen. Ja, die village is wel een beetje... Ja, ga ik mee aan de slag. Maar ga jij veel acacia hout, of acacia hout ook heet, gebruiken? Want ik heb nu mijn houtwinkel geopend en ik heb dat hout niet. Omdat ik denk dat niemand dat echt wilt. Nee, volgens mij heb ik echt iets van 10 stacks of zo al. Oh joh, en ik denk niet dat je extreem veel gaat gebruiken, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik denk dat bijna niemand. Het is echt zeg maar het minst mooie hout van Minecraft, is dat zeg maar. Ja, ik heb 9 stacks. Oh, jemig. Ja, dan heb je wel genoeg. Dan heb je even ik denk dat je daar niet eens op gaat maken. Nee, misschien omdat ik heel veel kisten nodig heb misschien. Ja, dat daar ga ik ervoor gebruiken. Handig. Dat is nuttig inderdaad. Ja, ik vind het leuk hier. Vooral dat je deur inderdaad is echt zo en die dan open kan klappen zo poef. En dan is iedereen stil op het moment dat je binnenkomt. Ja. En dan zwaai ik een beetje met mijn pistool. Ja, exact, weet je. Je hebt alleen nog geen hoed. Nee. Maar dat ga ik wel regelen. Ik ga zorgen. Ik ga naar mijn piratenleven daar. En dan kom ik ooit terug met een piratenhoed voor jou. En een echte piratenhoed, oké? Piratenhoed voor mij? Ik bedoel een cowboyhoed, sorry. Dan denk ik een piratenhoed op en jij een cowboyhoed, oké? Ja, dat klinkt goed. Dat ga ik 100% regelen. Vind je van mijn wagen trouwens? Mooi. Is dit je toilet? Ja, dit is het toilet. Dit is het toilet. Zo'n houten ding die ook had water goed leeg elke keer. Weet je? Gadverdamme. Ja. Hij zit wel lekker hoor, ga maar even zitten. Had hij ook goed dicht de deur? Nee. Nee, dat dacht ik al, hè? Een stuk, net als de ramen. Er zit er ook wat in. Ik had wel verwacht dat de poep in zou zitten. Ah, nee, dat vind ik meer voor jou. En die kar is ook leuk. Cowboys wagen. Ja, is dat je naam nu? Misschien, cowboy, meneer Cowboy. Misschien rijdt hij wel een keertje naar de winkelvallei. Oh, kijk. Je bent hem nog alleen aan het vullen natuurlijk. Ja. Ik vind dit wel leuk bedacht. Leuke cowboy, gewoon met de K. Ja, anders past het niet. Anders klopt goeie het niet. Jongen. Nu klopt het ook niet. Hoezo? Maar ook weer wel. Ja, dit is zeg maar de KB. De cowboy. Precies. Koeien, jongen. Ik heb ook behoorlijk wat koeien, ja. Ja? Dan ben je echt een koeien, jongen. Ik ben echt een koeien, jongen. Ja, eigenlijk moet je nu even naar de... Oh, ja, sorry. Wat wilde je zeggen? Ik wil zeggen, eigenlijk moet even naar de Nether gaan en Pikmin vinden. Dan zijn net 2 superhelden. Heb je Cowboy en Pikmin. Ik ben nog helemaal niet naar de Nether geweest. Volgens mij ben ik de laatste die naar de Nether gaat. Heb je nog geen Netherportal? Nee. Oh, dat is echt een van de eerste dingen die ik had gedaan. Oh, nee. Nee, rustig aan. Ja, rustig aan. We hebben geen haast, hè. We hebben geen haast. Doe mijn megabase is zo bijna klaar, maar geen haast. Nou, megabase. Nee, dan moet ik nog even. Ik heb 1 kapot huis. Ik heb ook 1 vervallen huis. Maar ja, dan moeten we ergens beginnen. Ja. En ik heb paden gemaakt. Ik ben bezig met paden. Dat vind ik wel heel leuk, dat we op een gegeven moment ook echt paden naar elkaar gaan krijgen. Dat is echt niet zo ver meer ook, volgens mij. Ik ben nu tot aan daar gekomen. Maar het is ook niet een mega eiland. Ik vind die bordjes vind ik echt geweldig, dit. Ja, dit is echt heel leuk. Ik ben er nog niet helemaal over uit, maar... Het idee wel al. Cowboystraat, Justin, Rick, Nootje, Robin, David, Joris, Julian en Winkelvallei. Knalnut! Waarom ben ik de enige die een bijnaam krijgt? Altijd lekker knallen. Ja, dan ben ik wel echt als piraten. Met mijn knolskogels ben ik echt een knalnut. Ja. Ja, en ik heb hier dus... Deze kant op, dat gaat dus richting jou. Ik ben al een beetje bezig geweest.
Ah, kijk, dit is echt gewoon... Ik was net al, moest ik echt zoeken waar ik heen moest lopen. En ik liep helemaal door de vallei en het was... Oh. Het is het enige... Oh, hier heb je er ook nog een. Ja, hier en daar. Ah, ja. Je hebt wel al die bomen weggehaald, dat merk je. Dat is veel mooier inderdaad, dat die bomen weg zijn. Dan is de biome in één keer een stuk leuker. Ja, precies. Dat was helemaal mijn plan. Er zijn wel heel veel exen die nu helemaal stuk gaan. Maar... Ja, dat snap ik. Ik heb hier dus een bordje neergezet. Eigenlijk was deze was dus speciaal voor jou, maar jij had hem niet gezien. Oh! U betreedt Cowboys grondgebied, eigen risico. Oh, nee, ja, ik kwam via de winkelvallei, dus ik kwam niet vanaf mijn gebied. Ja, maar dat is dus... Ik dacht dus als ik hier... Want hier loopt een dorp. Ik denk als we dat nou door het dorp laten lopen. Ah. Daar, naar jou toe. En dan die kant op is de winkelvallei. Ja, alleen je hebt daar wel hele moeilijke grond. Kan je niet beter via mijn gebied gaan naar de winkelvallei? Ja, dan moet je ook door mijn gebied. En uiteindelijk zet ik dat ook op privé, omdat ik niet wil dat met kanonskogels en zo, weet je. Dus ik snap het. Dan wordt het gevaarlijk. Maar ook al dan wordt het gevaarlijk. Ja, dan ben je zeg maar in het middengedeelte die kant op. Is het betreden op eigen risico en die kant op. Dan kan je gewoon geen kant op eigenlijk. Maar is het bij jou wel makkelijk te bereiken dan? Ja, misschien makkelijker. Maar dat moet je maar even kijken. Je moet wel trouwens mensen tol laten betalen de eerste paar keer dat ze over het pad lopen. Hè? Want het is community werk, dit doe je niet voor niks, weet je. Dat is goed, ja, dat is waar, dat is een goed idee. Ja, gewoon tol laten betalen. Rijk worden. Behalve voor mij, omdat ik op het idee kwam. Misschien korting. Korting, inderdaad. 10 keer. Tolkorting. Nee, ja, leuk gebied dit. Ik vind het echt geweldig dit. Gewoon de sfeer hier al, nu dat, zeg maar, dat die bomen allemaal weg zijn, nu je dat zegt. Wat een verschil, hè? Dat is echt een groot verschil gewoon. Ja, het is echt meer een soort wasteland. Dus ik moet er nog meer weghalen. Ja, dus daar helemaal vol nog. Ja, bij mij daar, ook, daar. Ja, maar dan blijf je wel een beetje bezig. Ja, dat snap ik. Maar ja, we hebben alle tijd, hè. Ik bedoel, het is niet alsof we volgende week moeten stoppen. Oh, maar ik ga wel eerst mijn cowboystraat bouwen. Ja, dat heeft prioriteit. Het is wel leuk als je hier al aankomt lopen, zie je het al leuk. Ja, en dan hier deze heuvel even aanpakken. Dit kan echt niet. Nee, het moet een wasteland zijn. En dan heb je die heuvel. Met die rare village. Ja, dit, vooral dit. Het kan echt niet. En daar verderop is ook heel raar. Oh, dat ziet er inderdaad ook al behoorlijk bijzonder uit. Er is ook een waterblok, daar zo. Ja. Maar stroomt niet naar beneden. Oh, ik zie het inderdaad. Deze is gewoon... ook mooi, moet je kijken. Dus er gebeuren allemaal speciale dingen. Huh? Dit is gewoon detail. Dit ga ik bewaren. Ik kan het zeggen. Ik ben bang dat iemand langskomt en dan denkt, hey! En dan... Krunk, en dan sloopt hij het. Moet je een bordje neerzetten. Ja, is er ook op onze route is er ook sugarcane van 4 hoog. Daar moeten we ook zuinig op zijn. Oh, daar moeten we inderdaad zuinig op zijn. Hey, zit er... Hey, dit is mijn boot die ik ooit aan jou heb gegeven. Ja. Deze heb ik ook gebruikt. Hij is leeg. Ja, ik had hier dus allemaal spullen in gedaan om mijn huis daar te bouwen. Een soort van chocobox die je mee kon nemen. Ja. Handig. Hey, ik ga druk verder met mijn basis. Als je wat nodig hebt, laat het weten. De winkel is open. Als je hout nodig hebt. Er is ook dark oak. Dat zag ik dat je dat gebruikte. Dus die wordt ook al verkocht. Kijk eens. Dat klinkt goed. En spruce en oak en jungle en birch. Dus dat is er allemaal. Dus als je het nodig hebt, laat me weten. Ja, ik ga straks even kijken. Misschien dat je nog een KB kortingbon kan regelen. Maar dan moet je zelf maar even kijken. Kortingbon? Ja, meneer kortingsbon. Als je die hebt. Oh jee. Kijk maar even of je dat kan regelen. Dat is goed. Ik ga in ieder geval naar huis. Ja, ik ga even kijken. Winkelvallei knalnut. Ja, ik ga naar knalnut. Hey, ik spreek je later. Joejoe. Nou jongens, snel naar huis. Het makkelijke is, jongens, maakt niet uit waar je bent. Er is altijd wel een rivier of een zee die stroomt naar mijn basis. Dat is zo chill. Dan hoef je helemaal over het land te rennen en te huppelen en te springen. Weet ik wat allemaal. Dan kan je gewoon lekker je bootje pakken. Want de piraat heeft altijd een boot bij zich. En lekker naar huis varen. Ah, kijk jongens, we zijn aangekomen. Maar in aflevering 1 heb ik dit gebouwd. In 2 hebben we er niks aan kunnen doen omdat ik druk was met de boom en de winkelvallei. Maar vandaag gaan we wel weer een upgrade doen. Ik wil hier van alles doen. Ik wil daar zo een... Of daar ergens een pad naar beneden doen. Ik wil het strand even decoreren. Ik wil daarboven even details geven. Want nu hebben we alleen een huis, maar er zijn voor de rest niet echt decoratiedingetjes. Dus laten we maar gauw beginnen met de derde timelapse van de aflevering. En een mooie upgrade aan onze basis. De tijdelijke basis. De mini-basis. De startersbasis.
Jongens, we keren terug naar de derde timelapse van deze video. En ik ben zo ontzettend blij met het resultaat. Ik heb mega palmbomen gemaakt. Kleine palmbomen, schuine palmbomen. En een gezellig farmpje, want dat miste voor mijn gevoel nog. Ik dacht van ja, het is niet dat ik hem veel ga gebruiken. Maar ik vind het wel altijd een leuk detail als we gewoon een leuke farm hebben. Dan hebben we hier een leuke mooie trap naar beneden. Waardoor je op het strand uitkomt. En nu hoef ik eindelijk als een gast te komen. Want 9 van de 10 mensen die mij bezoeken komen altijd via het water. En die kunnen nu eindelijk gewoon normaal naar mijn basis toe lopen. Of naar mijn basis, naar mijn startershuisje kunnen ze toe lopen. Ik heb besloten om mijn piratengrot, mijn schatgrot, ergens anders te doen. Ik wilde dat eigenlijk hier doen of daar. Maar ik dacht, weet je, ik wil dat veel leuker gaan doen. We kunnen dat beter met een groot doodshoofd doen waar je dan in moet varen of zo, weet je. En daar heb ik hier simpelweg gewoon niet de ruimte voor. Maar het resultaat van dit, ik heb hier van die kooien gehangen waar dan meestal in van die piratenfilms van die skeletten in zitten, weet je. Omdat de gevangen gingen erin, maar die liggen er al honderden jaren. Sommigen zijn zelfs zo helemaal kapot en op de grond gevallen en zo. Ik ben weer wat wandering-traders tegengekomen. Dus ik heb mooie nieuwe kleine hoofdjes voor details kunnen krijgen. Ik heb hier chests. En ik heb daarboven, jongens, kanonskogels. Wacht, dat vind ik zo leuk. Zoals jij mijn stem kan horen, het is weer ochtend. Dus ik ben weer iets schorder dan normaal. Maar dat heb ik altijd 's ochtends. Maar kijk dit dan. Kanonskogels bij een kanon, jongens. Hoe leuk is dat? Hier een leuke ladder die... Oh, waar kom jij vandaan? Nee, je hebt mijn farm gesloopt. En je hebt stomme iron boots die ik niet wil achtergelaten. Maar goed, jongens, ik ben enorm blij met het resultaat. Maar zoals je kan zien heb ik daar ijzer gebruikt. Ik heb daar ijzer voor de chains gebruikt. Ik heb ijzer gebruikt voor de lanterns. Wat betekent, ja jongens, mijn ijzer is inderdaad weer op. Ik ben weer overgegaan op stenen, tools en weet ik wat allemaal. Ik heb wel nog een diamond shovel. Het is helemaal slecht. Ik heb een beetje brood, maar dat kwam omdat ik deze farms natuurlijk gemaakt heb. Ik ben wel heel blij met het eindresultaat, echt waar. Ik heb dat bewust nog leeggelaten voor volgende aflevering. Want daar wil ik wat anders gaan doen. Hier wil ik op het moment nog niet heel veel gaan doen. Omdat ik eigenlijk als volgend project hier naast daar en het pad naar de rest toe... wil ik eigenlijk al gaan beginnen aan mijn grote schip. Want dat zeg ik, mijn startersbasis. Ja, behalve het interieur. Start, dat wil ik misschien ook volgende aflevering doen. Het interieur van de startersbasis is ook nog niet helemaal af. Maar jongens, ik heb ook nog tijdens het bouwen van deze timelapse... heb ik dit gekregen van Robin. Oh, ik dacht dat de naam er wel boven zou staan. 25% kortingsbon, AFK farm, olieshike, volg Nether. Nou, Robin is natuurlijk de oliesheik van de server. En blijkbaar heeft hij een skeleton farm. Oh, die heeft hij laten zien. Oeh, daar gaan we dan ook even heen met 25% korting. Ja, er zijn nog veel dingen gepland, jongens. We zijn net klaar met aflevering 3. Ik ben wel blij met de startersbasis die ik heb. Het is een klein beginnetje aan natuurlijk een groot project wat we gaan doen. Ja, blijf het zeggen. Dit is gewoon een kleine mini-basis dit. In ieder geval voor nu, jongens. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin is het piratenleven een beetje gestart. Want dit is de eerste aflevering waar ik deze mooie skin droeg. En ik heb hier een boom gebouwd. Een hele mooie boom. En nu spreek je laatste glaasje water. Tot vier flesje bier. Tot de volgende keer.